400 jaar onder het water, hoe is het mogelijk dat dat overgebleven is? Ik heb nooit eerder meegemaakt dat een pronkbeker, zilver verguld wel te verstaan, is gevonden in een scheepswrak. Als je nagaat, dit schip moet in de jaren 1640 zijn gezonken, misschien vroeg jaren 1650, praat je toch over 350 jaar geleden. Kleding, verguld tafelzilver, gebruiksgoederen aan boord, spectaculair materiaal erbij. De vondst van dit palmhoutvak bewijst de rijkdom in de 17e eeuw in Nederland. Dat er een pronkbeker is gevonden is uitzonderlijk te noemen, zo niet uniek. Het zilver, daar zit een dikke laag corrosie op, een slijpdolletje. Proberen die laagjes weer terug te draaien, terug de tijd in. Ja, dat kan weken duren. De naam zegt het eigenlijk al, het was iets om mee te pronken. Je was rijk, je liet zien dat je geld had. En de ene keer vertaalde dat zich in een fantastisch groot huis, kasteel. En de andere keer ook in het interieur. Het zegt waarschijnlijk dat of het een hele kostbare lading bij zich had, of dat er ook iemand van hoge adel of iemand die heel rijk was een overtocht maakte naar een nieuwe bestemming. Kom sowieso naar Kaapskil. Maar kom nu in het bijzonder om die pronkbeker te zien. En omdat die natuurlijk historisch zo van belang is en gevonden is in een scheepwrak waar zo weinig van deze objecten boven water komen.